Nou, Sarah die is helemaal blij, want ze heeft gewoon op de eerste dag de... Goedemorgen, het is woensdag. Ik heb net boodschap gedaan. Helemaal tas, of helemaal een fiets hangt vol tassen. Kunnen jullie de fiets van slot krijgen? Het is zo koud. Mijn handen zijn zo bevroren. Maar goed, gaat lekker, echt. IJshanden. Snel naar huis. De warmte weer in. Oh, eindelijk weer thuis. Mensen, wat is het tijd vandaag. Snel de boodschappen even weer opruimen. En dan ga ik hopelijk vandaag de computers even afkrijgen. Want ik vind het helemaal zat. Wat ga jij doen? Nee, dat is niet voor jou. Je moet wel altijd gelijk de boodschappen hebben. Ik denk, eten, lekker... Het is niet voor jou. Nou, ik heb mijn werkstation weer klaarstaan. Ik ga weer bestanden overzetten. Dat gaat nog heel veel tijd aan kwijt zijn. Deze is in ieder geval aan het uploaden. En op mijn nieuwe ga ik het er dan allemaal weer afhalen. En waar ik het eigenlijk nooit over heb. Maar ik heb behalve privé ook werkdingen die ik allemaal moet overzetten. Maar het is gewoon heel, heel, heel veel... Dus ik ben echt blij dat ik morgen even andere plannen heb. Zodat ik morgen even niet achter de computers hoef. Maar eigenlijk hoop ik gewoon vandaag klaar te zijn. Dat ik hier eigenlijk gewoon vanaf ben. Het zou wel heel fijn zijn in principe. Even pauze met een gezonde snack. En ik loop met die druiven en ik denk gelijk, oh, ik moet echt nog steeds mijn nagels doen, maar... Ik heb mezelf gewoon geen tijd voor. Misschien vanavond dan even. Echt wel een super eind gekomen. Dus eindelijk heb ik het gevoel van ik kom er wel. Ik ben op de helft denk ik of zo. Maar goed, ik blijf heel positief. Ik mag Sarah op gaan halen. Was het leuk? Het is echt mega druk hier hè? Ik ben gewoon naar de première geweest. Wauw. De première van de film. Nou, Sarah die is helemaal... blij, want ze heeft gewoon op de eerste dag de nieuwe Frozen film gezien. En dan mag ik niet meer. Hoe moet dat nou? Hoe moet ik hem dan zien? Nou, dit is geen beste plek voor de camera. Zo. Misschien komt hij wel op Netflix. Oh ja. En dan kan jij hem kijken. Ja. Hij is... Is die heel... Eén stukje is heel eng. Dat is dat er steenreuzes kwamen bij een plek waar mensen het niet wouden. Steenreuzes? Reuzen. Reuzen. Het zijn er heel best veel. Oh. Zo. Maar het was dus een hele, hele leuke film. Ja, en een enge. Ja, was het wel goed afgelopen? Ja, okay. Want Anna was getrouwd met Christophe. Eindelijk. En weet je, Christophe zijn broer had zo'n mooi strik. Ah, oh, dat is wel En Olaf was ook heel mooi gekleed. Maar ja. Hij zat er wel een beetje gek aan ben. Hoe heet hij nou? Sven? Sven. Toch? Zo ja. Heet hij toch? Sven. Heet Sven. Ja. Nou, daar gaan we weer. Twee laptops. En er moet nog zoveel over. Ik vind het echt gezeur als ik mezelf hoor, maar goed. Moet. Popcorn time. Ik zit er zo in. Dat ik echt alles verder vergeet. Ik denk opeens, oh wacht. Ik had een was gedraaid net. Die moet ik even ophangen. En Sarah heeft morgen een beker nodig voor op school en alles. Niet echt de beste hoek, maar ik moet even. De batterij van die laptops waren ook alweer eigenlijk zo goed als leeg. Dus die knal ik nu gelijk even in de opladers. Terwijl ik die andere dingen nu ga doen. En
Wel mooi. Sarah heeft nu even denk ik een paar maanden schoolfruit. Dus ik hoef dinsdag, woensdag en donderdag alleen een bekertje mee te geven. En fruit wordt verzorgd. Nou, dat vind ik dus echt ideaal. Dat scheelt me zo verschrikkelijk veel. Dus beker, water, klaar. En fruit maken, dat is altijd wel een stuk meer werk natuurlijk. Nou, dan ga ik even snel losbrengen. Dat moet ik dan s'avonds altijd heel zachtjes doen. Anders wordt iedereen wakker van mij. Oké, wie heeft deze koelkast ingedeeld? Niks meer. Hoe gaan we doen? Hier, daar. Hier, daar. Zo, dan gaat hij wel dicht. En, oké, nou, ik ga dat even snel doen. Nou, de was opgehangen en ik kom echt beneden en alles ligt nog op te laden. En ik heb echt zoiets... Ik heb echt geen zin om iets te doen, dus ik ga gewoon heel even televisie kijken. Ik heb net thee gezet. Die is trouwens best wel heet. En daarna ga ik gewoon lekker mijn bedje in, denk ik. Even gewoon klaar ermee. Morgen heb ik er niet heel veel tijd voor en dat vind ik aan de ene kant heel kak. Omdat ik het graag af wil hebben, maar aan de andere kant ben ik er deels ook wel blij om. Gewoon even wat anders, gewoon even wat leuks doen, de deur uit. Maar het gaat wel goed. Ik heb wel echt alles wat ik heb overgezet uitgezocht. Dus ik begin dadelijk echt helemaal fris. En ik ga het gewoon heel goed bijhouden. Want ik vind bijhouden altijd zo fijn. Maar ja, het lukt vaak niet altijd. Zo kwam ik net ook de fotoboeken tegen van Sarah. Die heb ik tot met in haar 5e jaar dan af. Maar ja, Sarah is nu al over de 6 jaar, zeg maar. Dus... Daar leg ik ook wat achter. Maar ik heb ze ook nog steeds nooit afgedrukt. Ik heb ze wel helemaal klaarstaan, helemaal af. Maar ja, dan ben je er heel fanatiek mee bezig. En dan gebeuren er weer dingen. Ja, gewoon het leven. En dan komt het gewoon weer niet af. En eigenlijk vind ik dat echt zo irritant. Maar ja, ik zou echt in Zo, gaat goed met mij. Ik zou eigenlijk gewoon een week in een hutje op de hei moeten gaan zitten... En er dan aan moeten werken, dan zou ik het afkrijgen. Maar het lukt gewoon niet. Daarom had ik natuurlijk ook besloten, ik ga project voor project doen. En verder doe ik alleen wat echt moet. Want echt, ik kom er gewoon anders niet. Ik krijg het gewoon niet af. Nou, dat was fijn. Even gewoon wat anders doen. Nu ga ik lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.